We staan hier op de stadswal van Gorinchem. Achter mij zien we een stadspoort, genaamd de Dalenpoort uit 1601. Daarachter staat een molen, een stellingwerfmolen uit 1764. Nog steeds wordt bij deze molen koren gemalen die een lokale bakker gebruikt voor zijn brood. In de vorige aflevering heb ik gezegd dat deze aflevering 5 zal gaan over Jacob van der Ulft en Henk Verschuring. Het zijn Gorinchemse Italianisanten en hun werk, schilderijen en tekeningen hangen in musea over de hele wereld. Wat zijn Italianisanten? Dat zijn schilders uit de 17e eeuw uit de noordelijke Nederlanden die naar Italië gingen. Ze gingen naar Rome, naar Napels, naar Venetië. Je kunt ze onderscheiden in 2 groepen. De eerste generatie Italianisanten, bijvoorbeeld Cornelis van Poelenburg en Bartholomeus Breenberg, die omstreeks 1620 daar naartoe gingen. En de tweede generatie, die gingen omstreeks 1640 naar Italië. En dat zijn namen zoals Nicolaas Berghem, die echt nooit in Italië geweest is, Karel Dujardin, Jan Asselijn en Jan Bot. Daarnaast had je ook nog 2 Gorinchemse Italianisanten, Henrik Verschuring en Jacob van der Ulft. En daar gaan we het nu over hebben. Ook in Gorinchem werden prachtige schilderijen gemaakt en een aantal daarvan zullen we in deze aflevering bespreken en tonen. We beginnen met Henk Verschuring. Hij is in 1627 in Gorinchem geboren en is als jonge man naar Utrecht gereisd om daar in de leer te gaan bij Jan Bot, waarvan we hier een prachtig voorbeeld hebben van een van zijn schilderijen. In 1647 is Henk Verschuring naar Rome gegaan. Hij heeft er 5 jaar gewoond en is in 1652 teruggekeerd naar Gorinchem. In Gorinchem heeft hij geleefd, gewoond als kunstenaar, maar ook heeft hij in de voetschap gezeten. In 1690 is hij naar Dordrecht gegaan en is helaas daar overleden. Hij is verdronken in de Merwede. Henrik Verschuring vervaardigde 4 soorten schilderijen. Ruitergevechten die zo goed zijn dat ze vaak verward werden met die van Philips Wouwerman. Scènes bij havens, een geliefd thema in het midden van de 17e eeuw. Capriccio's, een niet bestaande stad met tientallen figuren met honden en paarden en dat allemaal kleurrijk uitgevoerd. En tenslotte portretten. Jacob van der Ulft is nooit in Italië geweest, maar hij heeft de mooiste schilderijen in de trant van de Italianisanten geproduceerd. Hij vervaardigde vooral schilderijen en tekeningen met een sterk architectonische component, maar vaak capriccio's met tientallen figuren en dieren, vooral paarden en honden. Hij is in 1621 in Gorinchem geboren. Hij is in de leer geweest bij zijn vader. Naast schilder is hij ook burgemeester en belastinginner in Gorinchem geweest. Aan het einde van zijn leven is hij verhuisd naar Den Haag en daarna naar Noordwijk, waar hij in 1689 is overleden. Jacob van der Ulft en Henrik Verschuring hebben beide in de vroedschap van Gorinchem gezeten. Ze kenden elkaar dus ook uit bestuurlijk oogpunt. Daarnaast waren zij ook bekend met elkaars schilderijen. De overeenkomsten tussen deze 2 schilderijen zijn frappant. In de eerste plaats zijn ze beide een capriccio, dus fantasierijk. Er zijn vele tientallen figuren te zien, personen en dieren. Ze hebben beide architectonische elementen. Ze zijn kleurrijk, maar vooral beide hebben op hun sokkel een inscriptie.
bij Hendrik Verschuring staat Verschuur anno 1664 Gorkum. En bij Jaak van der Ulft staat J. van der Ulft Gorko 1664. Dat wil zeggen, beide schilderijen zijn vervaardigd in 1664 in Gorkum. Ten slotte wil ik het schilderij De Slag bij de Milvische Brug bespreken. Dit gevecht vond plaats op 38 oktober 312 na Christus. Het was een gevecht tussen de legers van keizer Constantijn en keizer Maxentius, die beide vonden dat zij keizer waren van het hele Romeinse Rijk. Constantijn wint en hij dankt de God van de christenen voor zijn overwinning. Zie de engel in de lucht op dit schilderij, die pas na restauratie van het schilderij tevoorschijn is gekomen. Deze overwinning wordt beschouwd als het begin van het christendom in het Romeinse Rijk. Dus eigenlijk is het een heel belangrijk schilderij dat De Slag prachtig uitbeeldt. Jacob van der Ulft en Hendrik Verschuring waren de vergeten Italianisanten. Maar ik hoop dat met deze aflevering zij worden opgenomen in de Nederlandse kanon.